Amsterdam, trendgevoelige stad, kan allemaal, te gek, maar je kan ook heel veel met recycling van kleding. Zelfs mode-iconen die geloven eraan tegenwoordig. Mijn garderobekast kan wel frisse wind gebruiken, dus ik ga eens even kijken wat er allemaal mogelijk is. De afvalproblematiek, textiel, heel belangrijk onderwerp. Ja, zeker, daar ben ik daarvan op de hoogte. De mode-industrie is een enorme vervuilende industrie en mensen behandelen kleding met heel weinig respect. Echt als een consumptieartikel, bijna als snacks. Het is heel erg belangrijk dat we mensen leren om kleding weer op een juiste waarde te schatten. Jij bent betrokken bij Stichting Mode. Dat klopt. Wat wij doen is begeleiding van labels en designers die een duurzaam businessplan als ambitie hebben. En als consument kan ik dan bij jullie ook terecht? Nou, als consument kun je zeker bij ons terecht tijdens de events die we doen, waarbij we werken met kledingruil. Je kunt je oude collecties brengen, laten verwerken tot een nieuw item bijvoorbeeld. Je kunt collecties kopen die zijn opgebouwd uit bestaand textiel. Dus er zijn legio mogelijkheden. Waarom is textiel en recycling zo belangrijk voor jou? Ik heb echt een voorliefde voor textiel. Eigenlijk nog meer voor textiel als voor mode. En ik heb echt een enorme liefde voor de geschiedenis van textiel. Als iets doorleefd is, dat is voor mij de reden om te recyclen. Zo simpel kan het dus zijn. Oud kledingstuk uit je kledingkast, schaar erin en je hebt een designers outfit.